Wij werken dus met EPA-patiënten. Dat staat voor ernstig psychiatrische aandoening. Ja, hij zit zo goed. De gamers en de jongere cliënten vinden het vooral heel erg interessant. Maar alle cliënten met wie ik het gedaan heb, vinden het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Met VR kan je eigenlijk de buitenwereld naar binnen brengen, in de behandelkamer. Dus je hoeft als behandelaar niet altijd mee te gaan met je cliënt om die bepaalde angstige situaties mee te maken. En nu kan je met je duim kiezen welke emotie het is.